Aan tafel Dirk-Jan Epping. Terwijl iedereen bezig is met de Democraten, is hij de afgelopen weekend naar een conferentie van de conservatieven geweest, waar ook een belangrijke gast was en die loopt er nogal gelukkig bij de laatste tijd. Ja, meneer Epping, you can't always get what you want. Nummer van de Stones, dat hij altijd gebruikt maar, ook. Hij krijgt nu wel heel veel natuurlijk intussen. Ja. Dus waarom spelen ze dat eigenlijk altijd? Dat is eigenlijk vanaf het begin zijn lied geworden. En de Rolling Stones vond dat niet leuk, maar daar heeft hij zich niks van aangetrokken. Nee. En je ziet nu eigenlijk, hij heeft zijn partij helemaal achter zich staan. En hij ziet het gevecht bij de Democraten. Dus hij is vol zelfvertrouwen. Ik zat vooraan op de eerste rij tijdens die toespraak. Het was prachtig om te zien, een soort van cabaret eigenlijk. En het is duidelijk dat hij vol vertrouwen is. Hij is verlost van dat impeachment gebeuren. We zullen straks een stukje laten zien ook uit de speech. Want het was inderdaad de moeite, moet ik zeggen. Ik heb anderhalf uur genoten. Dat zal wel goed. Welkom iedereen aan tafel. En welkom u thuis bij de afspraak. Schrijnende toestanden ook anno 2020 aan de grens tussen Turkije en Griekenland. Opnieuw drommen duizenden vluchtelingen en migranten samen aan de grens tussen Turkije en Griekenland. Bij de grensovergang van Erdine zijn er ook schermutselingen. De Turkse president Erdogan heeft gezegd dat hij die vluchtelingen en migranten niet langer wil tegenhouden richting Europa. Maar Griekenland houdt natuurlijk wel de grens dicht. De Turkse regering wil de Europese Unie onder druk zetten om haar te steunen in de strijd in Syrië. Dat was nieuws van zaterdag. Intussen gaat het volgens de Verenigde Naties om 13.000 mensen. Voor alle duidelijkheid, dat zijn geen nieuwe Syrische vluchtelingen. Het zijn vluchtelingen die al in Turkije waren en nu dus aankloppen aan de grens met Griekenland. Afghanen die er bijvoorbeeld onder meer al lang zijn, meneer Klaas. U als voormalig secretaris-generaal van de NAVO, wat Wim daar zei op het einde, de EU onder druk zetten om steun te krijgen voor de strijd in Syrië. Is dat inderdaad wat Erdogan aan het doen is? Gedeeltelijk ja, maar het is ingewikkelder dan dat. Herinneren we er toch aan dat Erdogan zichzelf in een geïsoleerde positie gemanoeuvreerd heeft. Ruzie gemaakt met de Amerikanen in de NATO. Hij dacht zijn vriendje gevonden te hebben in Moskou. In die mate zelfs dat hij zich liet verleiden om S-400 raketten, Russische raketten, te kopen die helemaal niet compatibel zijn met de NATO-wapens. Hij maakte trouwens een akkoord met Poetin in Sochi, dat erop neerkwam dat de Russen zich moderator zouden opstellen als hij met zijn troepen de Koerden zou de pas afsnijden. In het noorden van Syrië. Hè? Op voorwaarde dat hij ervoor zorgen zou dat de terroristen die er nog altijd zijn, ruim 20.000, Al-Qaeda voornamelijk, dat die zouden uit de eerste lijn verdwijnen. Dat is niet gebeurd. En dat verklaart waarom de Russen nerveus geworden zijn, op het militair pedaal hebben geduwd. Met als gevolg dat in enkele dagen tijd Erdogan het betaald heeft met meer dan 50 doden in zijn leger. Erdogan is op zijn beurt nerveus geworden. Want dat ligt heel gevoelig in Turkije. Natuurlijk. Is nu ook in de aanval gegaan. Voornamelijk met raketten en met drones. Met een zeker succes, want dat Syrische leger op zichzelf betekent niks. Heeft meer dan 100 slachtoffers gemaakt in het Syrische leger. Opvallend op het moment dat de Russen niet meer bougeren. Poetin kijkt toe. Tussen haakjes, volgende donderdag is er een topontmoeting Poetin-Erdogan. Wat er daar gaat uitkomen, weet ik niet. Wat denkt u? Ik denk dat het moeilijk gaat worden om voor Erdogan om er iets uit te slepen. Ja. Want Poetin deelt de lakens uit en heeft alles in handen. Dus, ja. Maar waarom doet hij dat dan op deze manier? Want dit is, als je die beelden nu bekijkt, dit is eigenlijk vluchtelingen als een soort van wapen gebruiken. Ja, dat is wat ik noem. Je zegt van de grens, wij gaan jullie niet meer tegenhouden aan de grens met Griekenland. Dus ga maar, die mensen doen dat. Dat is het tweede aspect. Je hebt gebruiken. Dus het militair oorlogje dat Erdogan volgt en het humanitair oorlogje. Druk uitoefenen op de Europese Unie om een
wellicht ook op de NATO, om meer steun te krijgen. Financieel, politiek, strategisch, dat zijn de twee duidelijke objectieven die hij nastreeft. Ja. Zover zijn we gekomen, hè, meneer De Vis. Het is een onwaarschijnlijk cynische oorlog. Ja. Al jarenlang, en die wordt er niet minder cynisch op. Want je ziet tegelijkertijd, Erdogan kan natuurlijk niet voorbij Rusland, tenzij hij onvoorwaardelijke steun van de NAVO zou krijgen. Dat moet ik uiteraard nu niet uitleggen. Maar je ziet toch een soort van pokerspel, waarvan mij lijkt dat inderdaad Poetin de meeste touwtjes in handen heeft, omdat hij leeft van het feit dat er druk zit op Erdogan en Turkije. En daar kan hij echt als een meester achter de schermen mee spelen. Maar de hele vraag is hoe ver is Erdogan bereid om in dit pokerspel, of hoe ver kan hij gaan in dit pokerspel om en intern in zijn land er als winnaar uit te komen en tegelijkertijd ook zijn hand niet te overspelen internationaal. Je moet dan natuurlijk ook de vraag stellen van wat kunnen wij doen? Ja. En wij hebben natuurlijk ook machtsmiddelen in de Europese Unie. Europese landen. Mm. Want wij worden onder druk gezet, gechanteerd met een vluchtelingenstroom. Mag ik even de kaart erbij halen om te laten zien dus wat het gaat echt over de mensen die op dit ogenblik in Turkije zitten. En die dus, waarvan Erdogan zegt, kijk, links daar tegen Griekenland, ik ga jullie niet meer tegenhouden. De Grieken moeten dat nu zelf doen. En dan komen we terug bij uw punt. Ja, wat kunnen wij doen? Wij kunnen tegen Erdogan zeggen, kijk, we hebben een vrij verkeer van goederen met Turkije. Dat kunnen we opzeggen. Er zijn leningen, honderden miljoenen, voor Turkije. We kunnen dat stopzetten, betalingen stopzetten. Toeristisch reisverkeer ontraden. Er zijn dus tal van dingen die we kunnen doen als we dat willen. Toen hij het conflict had met de Verenigde Staten, heeft Trump 2-3 maatregelen genomen om een dominee vrij te krijgen. En dat binnen 2 dagen was voorbij. Hij voelde meteen al, daar staat een sterke man. Maar wij zijn te sloom, te slap. We laten dat toe, we gaan op knieën daar naartoe. We hebben dan een Turkije-deal van 6 miljard. En nu wil hij weer geld hebben natuurlijk. Hij wil geld, dat is duidelijk. Ja, natuurlijk wil hij geld hebben. Zijn geld is nu op. En hij zegt 6 miljard, dat mag nog wel een keer gaan gebeuren. Dus ik pak weer vluchtelingen. En dat is zijn spel. We hebben te maken met een dictator. En die moeten we bejegenen als een dictator. Met dat laatste ben ik het volkomen eens. Er is alleen één probleempje wat Europa betreft. Wij zijn het onderling niet eens wat betreft het opvangen of niet opvangen. Ik spreek niet van migranten, maar van vluchtelingen. Ja. En in dit geval gaat het hoofdzakelijk over vluchtelingen. Ik moet u zeggen, als ik die beelden zie, waarbij die vluchtelingen enerzijds met busjes, betaald door meneer Erdogan, naar de Griekse grens worden gebracht. En dat de Grieken dan hun wapens bovenhalen. Om vrouwen en kinderen tegen te houden, dan zeg ik, waar zijn wij als Europeanen mee bezig? Goed, maar wat meneer Epping zegt, wat moeten zij anders doen op dit ogenblik? Ja, wat moeten ze anders doen? Kijk, natuurlijk stuurt hij voorop kinderen, vrouwen, om de Grieken te dwingen hen door te laten en dan de grote massa te sturen. Het valt mij ook op trouwens dat onder die, u zegt vluchtelingen, zijn bijvoorbeeld Afghanen. Nou, er is net een vredesakkoord gesloten tussen de Taliban en de Verenigde Staten. Dus die mensen komen overal vandaan en zeggen allemaal, wij zijn Syriërs. Heel veel van hen zijn helemaal geen Syriërs. Dus er moet een normale procedure hebben van asielaanvragen, waarbij je weet wat het is enzovoort. En die kans geeft hij niet, hij stuurt gewoon mensen daar naartoe. Daar zijn we het over eens. Maar we hebben al de fout gemaakt op zeker ogenblik de Italianen aan hun lot over te laten. Italianen? Ja, wanneer het ging over vluchtelingen die via Libië kwamen. Oh, ja. We laten nu ook de Grieken weer aan hun lot over. Nou, ja, dat, en men kan goed zeggen, de Grieken hebben tijd verloren. Ze hebben hun infrastructuur niet tijdig opgebeurd. Nee. Maar is dat ook niet wat je doet, meneer Klaas, door die deal met Turkije te sluiten? En te zeggen, oké, een paar miljard, los het op. En het moment dat het dan een beetje moeilijk loopt in Turkije, zijn dit dan de consequenties? Ik heb niet de pretentie te beweren dat ik een perfecte oplossing heb. Maar ik ben nooit voorstander geweest van die deal met Erdogan. Ten eerste omdat hij natuurlijk een dictator is. En twee, omdat op dat punt wij eigenlijk gewoon het probleem even verlegden. Goed weet het dat de boemerang terug in ons gezicht zou komen. En dat is nu aan het gebeuren. Maar vindt u ook dat Europa te slap is? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Wat zouden ze kunnen doen? Nou, ik zeg, sommige individuele landen, als men mij zou vragen, maar ik heb het niet voor het zeggen, kan Nederland marineschepen sturen? Zou ik zeggen, ja.
en andere landen ook. Dan moeten we dat onderling maar regelen als men het in Brussel in de EU niet eens kan worden. Omdat men voortdurend met elkaar zit te praten en denkt of wie gaat nu weer op blote knieën naar Erdogan toe. Daar moeten we van afstappen. Hij is een dictator, we pakken hem aan als een dictator. Maar wat zou u dan doen met die 3,7 miljoen officieel geregistreerde vluchtelingen? Want daar is de situatie toch onwaarschijnlijk nijpend. Kijk, het is zo dat wij moeten altijd bereid zijn zo'n land als Turkije te helpen bij de opvang in de regio. En daar is veel regio. Mensen die komen dan uit Syrië. Op een gegeven moment kunnen die ook weer teruggaan. Als ze eenmaal naar West-Europa komen voor uitkeringen, enzovoort, sociaal systeem, dat trekt hen ook aan. Ja, dan kun je ze niet zomaar weer terugsturen. Dan krijgen ze een status en dergelijke. Dus je moet daar kijken wie is een echte vluchteling. Dat is nog vrij moeilijk. En daarna moet je gaan kijken hoe kunnen we Turkije helpen bij de opvang, via de Verenigde Naties enzovoort. Maar we moeten ook klaarstaan met marineschepen om te zeggen, dit kan niet. Dit kunnen wij niet accepteren. En als we dat niet doen, dan blijft dat doorgaan. En blijven die mensen worden dan maar blijvend heen en weer gestuurd. En met die 6 miljard die nu al aan de Turken gegeven is, hè? Hadden wij moderne infrastructuur kunnen bouwen in Griekenland en in Bulgarije. Want Bulgarije is ook daar is het een zeer gevaarlijk punt op dit moment. Om inderdaad op selectieve manier alleen de vluchtelingen de Bulgaren die hebben een muur gebouwd, grote hekken. Ja. Die grote hekken die zie je overal verschijnen. Orbán zal ze ook klaarzetten. Dus die hele Balkan komt vol te staan met hekken. Daarom moeten wij vanaf begin aan hard en duidelijk optreden. Maar wat maakt dan dat die cynische oorlog zo lang blijft bestaan? Maar ik vind van alle cynische oorlogen staat die toch in de top 3. Waarom kan dit niet ergens... Dat is een vraag die we na 9 jaar nog altijd moeten stellen. Maar ik wil even terug naar die mensen die we daarnet gezien hebben. Hè? Want die gaan niet zomaar verdwijnen aan de grens met Turkije en Griekenland. Erdogan wil een humanitair drama organiseren. En dan zeggen, kijk eens Europa, wat gaan jullie nou doen? Hè? Kan hem helemaal niks schelen. Een paar honderd mensen meer of minder. En wij zitten er dan mee en dan zeggen ze, we moeten toch maar aannemen. Maar we zien ze hier nog een keer. Ze zijn er wel. Harold Doornbos, een Nederlandse collega van ons, die zegt, kijk, het volgende zal gebeuren. Of ze breken daar door de grens, of de Grieken moeten slachtoffers maken. Dat zal een van de twee dingen zijn die zullen gebeuren. Zijn jullie het daarmee eens? Want wat zijn dit voor toestanden? Ik ben het daarmee eens, maar er is iets anders. De situatie in Idlib is natuurlijk zeer, zeer kommervol en dreigt dus te exploderen. Begrijp ik, meneer Klaas, maar wat doen we hiermee op dit moment? Want ze zijn er wel. Erdogan roept op, de stroom zet zich in gang en daar zijn de mensen. Wat doen we met de mensen? Ja, dan moeten we onmiddellijk die harde maatregelen nemen tegen Turkije zelf. En het vrij verkeer van goederen stoppen. En de financiering stoppen. En alles stoppen. En te zeggen, dat gaat zo niet. Uw economie gaat naar de donder als je daarmee doorgaat. Ik ben het eens met dit deel van het antwoord. Ik voeg eraan toe, we moeten dringend de Grieken helpen... bij het opvangen selectief van al de vluchtelingen. Je kunt niet blijven die vrouwen en die kinderen pingpong spelen... tussen de Griekse en de Turkse... douane. Dat is niet mogelijk. Charles Michel gaat morgen naar Griekenland. Wat zou zijn boodschap moeten zijn als u in zijn plaats was? Wel, de twee. We zullen de Turken uitleggen dat dit niet kan. En dat wij eensgezind als Europeanen nee zeggen tegen deze chantagepolitiek. Maar anderzijds, wij zijn ook bereid om de Grieken te helpen. Waardoor er toch een humane oplossing onmiddellijk kan gegeven worden... aan dit ondraaglijk probleem dat zich vandaag stelt voor vrouwen en kinderen en vluchtelingen. Want anders ga je, wat er in 2015 gebeurd is, gebeurt dat opnieuw. En dan is de vraag, zal er vandaag nog iemand, wat denkt u, bereid zijn om te zeggen, wir schaffen das? Ik denk niet dat er nog gemakkelijk een kandidaat komt die zegt, wir schaffen das. Maar het neemt niet weg als je die beelden ziet van die kinderen en zo meer. Dat kan niet. Nee, wij hebben niet werkloos toe. Wij hebben als Europeanen toch nog een humanistische boodschap te dragen. Mij ook. Maar ik voeg eraan toe, laat u niet afleiden alleen door die beelden daar aan die Griekse grens. Mm-hmm. Wat er in Idlib bezig is, dreigt te ontploffen nu. Mm-hmm. Want als er geen akkoord komt tussen Poetin en Erdogan volgende donderdag, dan gaat je daar naar een explosie waarbij opnieuw 900.000 mensen, 900.000, gesandwiched zitten tussen enerzijds die 20.000, 25.000 IS'ers, enerzijds
En anderzijds dat legertje van Assad, dat gesteund wordt door Russen. Ja, maar hij blijft er wel zitten. Meneer Klaas, u als oud-baas van de NAVO. Ja. Moet de NAVO iets meer doen voor zijn bondgenoot Turkije? En Assad, want Assad zit er nog altijd, hè? Ik denk dat wij binnen de NATO geen solidariteit moeten opbrengen op dit ogenblik voor de partner Turkije. Die heeft ons al voldoende problemen meegebracht. Ja. Dat hij in krijg de strijd tegen anders, Poetin krijg je een Assad S-400 anders weg? Raketten maar gebruikt. Maar krijg je Assad anders weg? Ik denk helemaal niet dat je Assad weg krijgt. Wij Europeanen en ook daar Amerikanen hebben al hun credibiliteit verspeeld. Het is 5 na 12. Je gaat die Assad niet wegkrijgen. Dat is niet het probleem dat zich onmiddellijk stelt. Dat is... Ja. En wat doen we met de mensen? Ja, ik word hier bijzonder droef van. Ja, omdat dit nu al hoe lang? 9 jaar? Ja. Iets van die orde? 8, 9 jaar. Ja. Vreselijk. Ja, op humanitaire vlak, dat is echt een drama. Niet alleen voor deze concrete mensen die er nu weer al aan die grens zitten, maar ook voor die vele duizenden en duizenden mensen die al op die opvangkampen zitten, die eigenlijk ook niet die naam waardig zijn. Dat is echt een schrijnende situatie. Maar in Idlib is nu een heel, heel, heel ernstig gevaar op militaire explosie. Mm. Met 900.000 mensen die daar gesandwiched zitten. We moeten goed beseffen dat dit zeer gevaarlijk is. En we zouden ook daar Erdogan moeten dringend ter verantwoording roepen en zeggen, stop ermee. Trouwens, daar heeft denk ik de secretaris-generaal van de UNO gelijk. De beste van al de slechte oplossingen in Idlib is het onmiddellijk stoppen van de militaire confrontatie. En gevaarlijk bedoelt u in de zin van vluchtelingenstroom? Of van en van vele mensen, doden. Van vele, die 900.000 mensen. Het gebrand, hè? Tussen twee strijdende partijen. Ja. Ja. Het is zeer gevaarlijk. We hebben hier al vaak erover samengezeten en het zal nog niet meteen voorbij zijn. Niet aanmoedigend, hè? Nee, zo is dat. Zullen we dan nog eens kijken? Misschien is daar beter, maar ik vrees ervoor wat er in de rest van de wereld gebeurd is. Dit is niet op de afspraak. Can I get coronavirus from a package being delivered from China? Some people are wondering if you can protect yourself from the virus by gargling with bleach. What? Or taking steroids. Can you get the coronavirus by eating Chinese food? There's a world shortage of masks, but we have the answer in our souvenir shop. You just pop it over your face, it fits over the mouth, over your nose, and then you put your hat on. Dan is de beste voorzorgsmaatregel wellicht handhygiëne. And I know that that last lesson is boring and easy to forget, but luckily, we now know that there is a way to ensure that it absolutely never leaves your head. Hit it! Bart, te zei al. Ja, ja, maar nee. Dat had ik moeten oefenen. Ja. We gaan naar de States. Want Joe Biden, Sleepy Joe, zoals Donald Trump hem noemt, is weer helemaal wakker. Thank you, South Carolina. Just days ago, the press and the pundits have declared this candidacy dead. Now, thanks to all of you, the heart of the Democratic Party, we just won and we've won big because of you. And we are very much alive. I told you all that you could launch a candidacy. You launched Bill Clinton, Barack Obama to the presidency. Now you launched our campaign on the path to defeating Donald Trump.
Ja, ja. Na de verkiezingen, voor de verkiezingen in South Carolina. Het was al Sanders en Buttigieg wat de klok sloeg, meneer Epping. Ja. En dan plotseling, daar is hij, Joe Biden. Ik denk dat u hem hier aan tafel ook nog doodverklaard heeft een paar weken geleden. Ja, maar dat blijf ik ook doen. Oké. Okay. Kijk, dit was de laatste stuiptrekking eigenlijk. De enige kaart die het establishment van de Democratische Partij nog heeft, dat zijn de zwarte kiezers in het zuiden. En dat is een heel groot blok. En Sanders maakt daar geen enkele indruk. Sanders is het noorden, hij is een socialist, communist, anarchist of atheïst. Dat is slecht voor de. Daar houden de kerkgangers in het zuiden niet van. En natuurlijk heeft Joe Biden gewerkt voor Barack Obama en kreeg daarmee de steun van een groot gedeelte van de zwarte kiezers in South Carolina. 60% van de democratische kiezers zijn zwarte kiezers. Dus is dat voldoende voor de verklaring? Want ik hoor toch ook dat hij het nog 10% meer dan 40%, dat hij 10% beter deed dan 50%. Dat is ook wel zo. Maar dit is eigenlijk zijn grootste overwinning. En nou, morgen krijg je Super Tuesday en dan krijg je een totaal ander beeld. Ja. Dan krijg je Bernie Sanders, die doorbreekt in Californië. Dat is een grootste staat. Meer dan 400 gedelegeerden. Hij staat daar erg goed. Texas, ook een grote staat. Ook daar staat Bernie Sanders erg goed. Hij heeft veel steun van de Latino's. Ja. Als je dan verder gaat kijken naar andere staten in de Verenigde Staten, er zijn er 14 die aan de beurt komen, zijn heel veel staten waar Sanders het goed gaat doen. En Bernie gaat het in sommige staten met een meer zwarte bevolking ook wel redelijk doen. Dus hij blijft in de race, maar het is niet zo dat Biden nou even Bernie Sanders gaat inhalen. En het verschil is dat Sanders is een man met een beweging. Zoals Trump een beweging werd in de partij, zoals Sanders een beweging geworden in de Democraten. En vestigt een socialistische strekking in die dus partij. Joe Biden, vergeet het maar, meneer Klaas. En zijn infanterie, dat zijn de jongeren, studenten en dergelijke. En die zijn zeer enthousiast over hem. Ja. En hij is eigenlijk het vuur van de partij momenteel. Het zal Sanders worden als ik meneer Epping hoor. Dat is toch wat hij denkt? Wat denkt u? Dat lijkt me toch een beetje vroeg. Het is perfect mogelijk bijvoorbeeld dat Biden San Francisco de 15% overschrijdt. En dan deelt hij mee met Sanders. Dat kan natuurlijk, maar het is een lang idem, traject. Idem wat Texas betreft. Je kunt op dit ogenblik niet zeggen wie het daar gaat halen. Maar wat ik vrees, en ik steek dat niet onder stoelen of banken, met al mijn sympathie voor bepaalde theorieën van Sanders. Indien Sanders het haalt bij de Democraten, dan speelt Trump winnende partijen over ganse lijn. Ja, want Sanders passeert niet in de publieke opinie in de States. Ja. Ik wil toch even bij de Democraten. Buttigieg is eruit gestapt. Ja. Amy Klobuchar ook nu, daarnet. Ja. Wat denkt u daarvan? Nou ja, kijk, ze hadden eigenlijk geen toekomst meer in die campagne. Het geld is op, te weinig gedelegeerden. Dan heeft het geen zin meer om door te gaan. En bij Sanders, hij wordt gefinancierd door kleine giften van burgers. Dus wat dat betreft heeft hij een vrij brede basis. En hij heeft misschien... Kijk, de vraag is eigenlijk... Hij zal waarschijnlijk de meeste stemmen hebben in deze voorverkiezingen. Maar de vraag is, komt hij over de limiet die nodig is van bijna 2000 gedelegeerden? En dat is de vraag. Als hij dat nou niet redt, of niet redt, is er nog misschien Elizabeth Warren, die ook nog gedelegeerden heeft, die als dépanneur, als ik het zo mag zeggen, optreedt en zal zeggen, dan moet ik vicepresident worden, of kandidaat vicepresident. Ja. Maar het establishment van de Democratische Partij zit met het grote probleem dat ze eigenlijk een rebellie hebben aan de eigen basis. En een partijstrekking die, ik zou zeggen, ergens in zit tussen SP, zoals vroeger de SPA, nu SP, en de PvdA, de Vlaamse PvdA. En dus vrij links zitten, inderdaad, als Sanders het wordt. Dan zit men met een groot probleem in de Democratische Partij. Maar het enthousiasme in die partij ligt wel daar. Biden is nu de enige die moet proberen hem te stoppen. Maar het wordt wel heel moeilijk. Het is heerlijk. Hè? We kunnen nog maanden analyses maken over die Democraten. Maar we hebben u nu natuurlijk ook uitgenodigd om over de Republikeinen te praten. U bent naar een conferentie geweest van de conservatieve CPAC. En daar heeft iemand, een belangrijke gast, heeft daar ook zijn analyse gemaakt van enkele Democraten. En dat was dat is toch ook de moeite om even te bekijken, denk ik. They think that crazy Bernie, how could you be easier to beat than Joe? The guy can't put two sentences together. It's insulting
How can you be easier? But, you know, he is more down the middle. You know, everyone knows he's not a communist, right? And with Bernie, there's a real question about that. But he's definitely a radical left socialist Democrat. And people know that. With Joe, he's sort of down the middle, you know. The difference is Joe's not going to be running the government. He's just going to be sitting in a home someplace. And people are going to be running it for him. And they will be radical left socialists. So that's what you have to remember. There's no way he's going to be running the government. En dat heeft u van op de eerste rij mogen meemaken. Ja, ja, ja. Heeft u geapplaudisseerd? Hè? Nou, af en toe, maar dit vond ik vooral erg cabaretachtig. Het was een soort van conferentie die je af en toe wel eens in theater ziet. Maar, zo... Ik vind het niet zo grappig, hè? Maar dit is echt... Ik vind dit beneden elk pijl voor een Amerikaans president. Beneden elk pijl. Met alle respect voor cabaretiers. Wat zijn cabaretiers en cabaretiers? En dit is beneden pijl. Maar een beetje humor mag toch ook wel? Ja, humor, maar dat is geen humor meer. In hoofde van een Amerikaans president, sorry. Maar ik weet dat socialisme en humor gaan vrij moeilijk samen. Maar in zo'n zaal met conservatieven gaat dat wel zeer goed samen. Nou, wat is de situatie? Hij heeft die partij wel volledig achter zich staan nu. Hij heeft die beweging geleid. Hij heeft het vroegere establishment aan de kant geschoven. Hij is nu eigenlijk de man. Ze wapenen zich eigenlijk al voor de campagne Amerika versus socialism. Maar dat, dat is wat je daar zag. Hij heeft wel gigantisch veel zelfvertrouwen. Hè? Vaak een gebrek aan heeft, maar dit wat hij hier nu uitstraalt... Wat je hier ziet is een relaxte, bevrijde Donald Trump. Bevrijd. Hij heeft dus daar die situatie gehad met dat Mueller-rapport... met al die aantijgingen, impeachment-pogingen enzovoort. Dat tergde hem altijd. Hij was altijd boos en geërgerd. En nou zie je hem daar en het leek wel alsof hij op vakantie was. En dan daar ook dat cabaret daarin. Dus hij is vol zelfvertrouwen dat hij kan winnen. Dit was een conferentie van de conservatieven. Het is niet het partijcongres, hè, voor alle duidelijkheid. Nee, het zijn allemaal conservatieve clubs die daar samenkomen elk jaar. En hoe representatief is dat voor de Republikeinse Partij, de mensen die daar zijn? Een groot deel van de Republikeinse Partij zit daar eigenlijk ook in en zit ook op dat spoor. Kijk, 4 jaar geleden, toen sprak hij daar niet, want toen wilden ze hem nog niet hebben. En intussen heeft hij die hele partijbasis in zijn beweging, dat niet alleen een conservatieve beweging is, maar ook een heel deel van het democratisch electoraat in zit. Vooral werkende bevolking uit de Midwest. Hij heeft ingebroken bij de democraten en zo is hij daar gekomen. Dat heeft hij wel maar voor elkaar gekregen, meneer Klaas. Dat wel, maar dat neemt niet weg dat hij in mijn ogen, en ik volg toch ook een beetje de Amerikaanse evolutie, dat hij onvoorspelbaar is. Onberekenbaar. En ik wik mijn woorden. En ook onbetrouwbaar. Ja. En, maar bijvoorbeeld Tom van dat Grieken... Dat betekent dat hij internationaal een element van instabiliteit is... met al de gevolgen van dien. Ja, dat vinden de... Veel Amerikanen vinden dat niet, hè? Nee, veel Amerikanen vinden dat niet, denk ik. Ik ben er blij mee. En Tom van Grieken bijvoorbeeld is daar ook naartoe gegaan. Gerolf van Annemans ook. Ja. Wat valt daar voor buitenlanders te rapen? Er worden verschillende partijen uitgenodigd. Wij zijn ook uitgenodigd vanuit het Europees Parlement, onder andere. Ja. En daar zijn verschillende delegaties van conservatieve partijen uit het buitenland die daarbij zitten. En die kunnen kijken van, nou, wat gebeurt hier allemaal? Wat is het debat? Sommigen doen mee aan het debat. Volgens mij Nigel Farage heeft daar nog gesproken. Die werd luid toegejuicht. Nog andere mensen van Vlaamse partijen? Clubje. Vlaamse partijen? Nee. Alleen de heer Van Grieken en de heer Andermans hebben we gezien. En die hebben ervan genoten, neem ik aan. Zeg, wie denkt Donald Trump eigenlijk dat bij de Democraten uiteindelijk zijn tegenstander zal worden? Nou, ik denk dat het hem niet echt uitmaakt, maar hij hoopt uiteraard op het ticket Sanders Warren. Tuurlijk. Ja. Daar hoeft hij eigenlijk niks mee te doen. Ja. Dat is wat u zegt, want 4 jaar geleden herinner ik me wel, en voor wat het waard is, ik weet het, maar in de peilingen was er toen maar 1 democraat die Trump had kunnen kloppen, en dat was Bernie Sanders. Nou, dat weet ik niet hoor. Ja? Ik denk niet dat hij toen, als hij toen gekozen was, had kunnen winnen. Dat was wat de peilingen toen zeiden. Ja, dat was toen. Maar wat het probleem van de Democratische Partij is... als Sanders het zeer goed doet, maar hij haalt net niet de finish... en de Democratische Partij zegt, nou zetten we hem af... en dan komen we met iemand anders, dan breekt daar de pleuris uit. Mm-hmm. Want Sanders zal niet nog een keer aanvaarden... dat het vlak voor zijn neus wordt weggehaald. Mm-hmm. En dan krijg je dus een conventie. En ik wil er graag naartoe, ik neem een klapstoeltje mee. Ik ga zeker naar die conventie om dat eens te bekijken... en dan kom ik nog eens terug. Mm-hmm. Ja, dat is zo.
zeker doen. Woensdag weten we meer trouwens. Ja. En morgen Super Tuesday. Ik zeg het, het blijven boeiende tijden, ook voor u. Wanneer gaat u terug? Naar de Verenigde Staten, wil u? Ja. Oh, één deze maand. Ik ga nu bijna elke maand of twee maanden ga ik er naartoe. Regelmatig, dat is goed. Dan schuift u af en toe maar eens aan. Ja. Dankjewel voor uw komst. Dankjewel ook mijn andere gasten. Heel fijn dat jullie er waren. En u bedankt voor het kijken, dames en heren. Veel plezier met het nieuwe wereldrecord. Het gaat over Turre Nadio Comaneci. 1976 was het, denk ik, met Maarten van Gramberen. Tot morgen.